Als je een inburgeringstraject volgt, neem je deel aan een cursus maatschappelijke oriëntatie. Tijdens deze cursus kom je meer te weten over het leven in Vlaanderen. Je leerkracht evalueert je en bereidt je ook voor op een test, die je na de cursus moet afleggen. Je trajectbegeleider maakt voor jou een afspraak in een testcentrum in je buurt. Hoe verloopt de test? Kom zeker op tijd naar het testcentrum en neem je identiteitskaart mee. Je legt de test af op een computer. Maak je geen zorgen. De test gaat door in jouw moedertaal of in een taal die je goed begrijpt. Vooraleer je begint, krijg je een Nederlandstalige instructievideo te zien en kan je enkele oefenvragen maken. Zo ben je goed voorbereid. De test zelf bestaat enkel uit meerkeuzevragen. Je kan ze ook beluisteren. De vragen gaan over de 11 thema's die in de cursus aan bod komen. Er zijn ook vragen over je rechten, plichten, vrijheden en waarden. Die tellen voor meer punten mee. In totaal duurt de test maximaal 2 uur. Je ontvangt het resultaat snel na de test. Binnen de 3 weken krijg je een brief of e-mail. Wanneer ben je geslaagd? Om te slagen voor het onderdeel maatschappelijke oriëntatie moet je slagen voor de test. Ook de evaluatie tijdens de les stelt mee voor het eindresultaat. Heb je nog vragen? Je trajectbegeleider helpt je graag verder.